zeg, ja, zo van. Weer door een grietje koeien, of niet? Wel, hè. Nou, dit is echt geweldig. We zijn er maanden mee bezig geweest om deze schilderijen te verwerven voor Rijksmuseum Twente. En als je ze dan hier op zaal ziet staan tegen deze mooie wanden, ja, dan is er echt iets euforisch, komt er dan. Toen wij erachter kwamen dat deze ergens te koop waren in Engeland, toen zijn we er direct achteraan gegaan, omdat het zo onvoorstelbaar mooi past in de collectie van Rijksmuseum Twente. Wauw, geweldig. De collectie zilverwerk die we hier hebben, dat is ook echt een collectie van het grootste gedeelte eind 18e, begin 19e eeuw. Dus die collectie past er wat betreft tijd, past die er ook heel erg bij. En ja, hetzelfde, het licht, het heldere wat je ziet in die schilderijen, ja, dat zie je op een bepaalde manier ook in die collectie zilverwerk. Dus we vonden het heel erg mooi bij elkaar passen en daarom dachten we, daar gaan we hier de zilverschatkamer van maken. Nou, ze werden over het algemeen werden ze in een hele mooie kamer, werden ze in de betimmering werden ze opgenomen. Hè? Dus in de lambrisering werden ze opgenomen. Een soort behang eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Je zou het eigenlijk bijna een soort van behang kunnen noemen, maar dan wel een heel erg luxe behang natuurlijk. Dat was in een tijd dat er niet zomaar allemaal rolletjes behang ook te koop waren. En wat je ziet is dat hier echt een hele goede kunstenaar bezig is geweest om in feite één heel mooi landschap te maken in de eetkamer, waar dan de heer en vrouw des huizes samen zaten het eten van hun zilveren bestek en hun zilveren borden. Met uitzicht op een prachtig, zoals je dat noemt, Arcadisch landschap. Wat helemaal geïnspireerd is op Italië. Dus dat was een heel belangrijke functie van deze schilderijen. En je moet je voorstellen, er was geen YouTube. Er waren niet zoveel beelden en afbeeldingen om ons heen. Dit waren de belangrijkste beelden die mensen in die tijd hadden. De tentoonstelling wordt geopend op 24 september en vanaf dat moment is het publiek van harte welkom.